Er is een speler geblesseerd geraakt bij jullie, Jeroen Veldmaat. Kun je uitleggen wat hij precies heeft? Ja, hij is gisteren van de training gestapt met een hamstringblessure. We hebben vanmorgen in het ziekenhuis gecontroleerd. Het valt mee. Maar goed, vrijdag gaat hij niet halen, dus dat is jammer. Hoe lang is hij waarschijnlijk uit de roulatie? Ja, dat kun je nooit van tevoren zeggen. Het is in ieder geval geen grote schade, dus het valt erg mee. Is het bottenpech? Ja. Dat komt altijd op een verkeerd moment, de blessures. Zeker ook met de schorsing van Gijs. Dus dat valt niet lekker, nee. Nu zit je dus dun in de verdedigers. Betekent dat dat je bijvoorbeeld tegen Kras heeft gezegd dat hij voorlopig nog even niet weg mag? Hij is speler van Sparta, dus als wij een beroep op hem moeten doen, dan zal hij daar een goal moeten geven. Is het niet zo dat jullie nu nog spelers gaan halen? Of zeg je het is een blessure die zodanig kort is dat dat niet nodig is? Nee, het is geen langtermijn blessure. Ik hoop dat hij er vrijdag wordt kort dag, maar dat dan er gewoon weer is. Dus. Ja, elke speler die geblesseerd raakt is vervelend, maar ja, het is je aanvoerder. Dus, en nogmaals, je zegt zelf wel, Luijrenk is geblesseerd, kortom je zit dun in de verdedigers. Dus dat moet voor een trainer vervelend zijn. Blessures kunnen altijd gebeuren. Het is vervelend dat je nu een centrale verdediger mist door een schorsing. Maar nu de andere centrale verdediger door een blessure. Ja, die dingen gebeuren en daarom heb je ook een grote selectie nodig. Het zag er wel heftiger uit, hè? Want ik heb begrepen dat hij wel van de training werd gedragen. Dus vreesde je voor iets ergers? Nou, ik weet niet van wie je dat hebt, maar dat viel wel mee, hoor. Okay. Tot slot, er schijnt ook interesse te zijn in een speler van jullie, in Jetro Willems. Wat kan je daarover zeggen? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Daar ga ik ook niet over. Dus dan moet je bij de directeur zijn die regelt dat soort zaken. Maar als er iets bekend is, dan zul je dat wel voor jullie Sparta vernemen.